Canisius Wilhelmina Ziekenhuis heeft een nieuwe beweegtuin, speciaal voor kinderen. De tuin is ingericht zodat zieke kinderen een plek hebben waar ze zich meer kind en minder patiënt kunnen voelen. Stichting Mijn Liefste Wens heeft zich samen met vrienden van CWZ ingezet om de voormalige binnenplaats om te toveren tot speelparadijs voor de 2100 kinderen die per jaar in het ziekenhuis behandeld worden. Projectleider Anita Scholten is blij dat er nu een plek is voor kinderen in het ziekenhuis. Nou, dat vind ik natuurlijk echt op zich super, dat er een plek is in het ziekenhuis om te bewegen voor kinderen. Juist bewegen voor kinderen die ook in het ziekenhuis liggen is heel erg belangrijk. Ze kunnen het niet altijd, maar als er een mogelijkheid is om kinderen afleiding te bieden en even weg te halen uit een ziekteproces, ja, dan moet je dat volop gaan benutten. En bewegen en vooral ook buiten bewegen is echt een manier om kinderen uit het ziekteproces te halen. Dus even weg te halen van ziek zijn. De kinderen kunnen zich vermaken op verschillende manieren in de tuin. Nou, je moet alleen even alle om je heen kijken. Hè. We hebben natuurlijk een heel uitdagende hier achter mij assortiment van trainingsbaan. Met uitdaging erin hoe je er overheen gaat komen. We hebben een plekken ook voor kleinere kinderen. Die liggen wat dichter bij het ziekenhuis. Nou, met gewoon een speelhuisje. En gewoon een assortiment van schommel waar ze lekker in kunnen liggen. Ja, ze kunnen voetballen hier. Dus alles kan. En het mooiste is ook nog dat we zelfs bedden naar buiten kunnen rijden als we dat willen. We hebben een pergola aangelegd waar ze onder kunnen liggen en dan vol zicht hebben op de tuin. De tuin is aangelegd omdat de vorige tuin verouderd en niet uitnodigend was. We zijn hier al denk ik echt wel 5 jaar mee bezig om die tuin aan te leggen. Onze oude tuin was verouderd. Het CWZ bestaat al 25 jaar. De tuin die er lag voor kinderen en speelfaciliteiten, ja, dat paste gewoon niet meer. En we wilden juist een tuin die meer paste, gewoon bij nu. Bewegen is iets wat heel erg belangrijk is voor kinderen. En dat wilden we ook zo vormgeven. En we zijn echt op zoek gegaan naar sponsoren. We hebben als ziekenhuis het geld niet om zo'n tuin aan te leggen. Dus samen met Stichting Mijn Liefste Wens en de Stichting Vrienden van CWZ hebben we uiteindelijk dit kunnen realiseren. Met bijdrage van een hele hoop sponsoren die we ook op het sponsorbord allemaal terug laten komen. Kinderen kunnen al spelen in de tuin, al zullen ze dan wel een dikke jas aan moeten doen tegen de kou.